Beste orgelliefhebber, in deze tutorial geef ik u een overzicht van de basisbedieningselementen van de Studio 150. Van boven naar beneden hebben we als eerste de lessenaar, de groepen registerschakelaars, de beide manualen. Links, rechts en onder de manualen vindt u knoppen voor verschillende functies van het orgel. Onder het manuaal vindt u een aansluitbordje voor de externe aansluitingen. Achter het zwarte speakerdoek zijn de luidsprekers bevestigd. De zweltrede, het voetpedaal voor de bastonen van het orgel en natuurlijk de bank om op te zitten. Met de registerschakelaars kunt u de diverse registers van het orgel aanzetten. Op de Studio 150 hebben we drie groepen registers: pedaal, het hoofdwerk en het zwelwerk. Met de registers van het hoofdwerk bijvoorbeeld kunt u een register aanzetten wat u bespeelt vanaf het ondermanuaal, wat het hoofdwerk is. En zo kunt u met een register van het zwelwerk spelen op het tweede klavier, het zwelwerk. Om de klank van het orgel meer grondtonigheid te geven, kunnen we pedaalregisters inschakelen die we bespelen vanaf het voetpedaal. En in combinatie met de manualen krijgt dan de klank meer grond. Aan de rechterzijkant van de manualen vinden we de aan- en uitschakelaar waarmee het orgel wordt ingeschakeld, met daarboven een display waarin allerlei informatie wordt getoond. Onder de manualen vinden we knoppen voor verschillende functies van het orgel. Zo zijn er bijvoorbeeld knoppen voor het bedienen van registergroepen en voor het zetsen. We hebben knoppen om een intonatiekeuze te maken. U vindt er ook de bedieningsknoppen van het menu. Links van de manualen vinden we twee volumeregelaars. Eén voor het totaalvolume van het orgel en één voor de nagalm. Tevens vinden we daar de hoofdtelefoonaansluiting. Als de hoofdtelefoon wordt aangesloten, worden automatisch de luidsprekers van het orgel uitgeschakeld. Via de externe aansluitingen die u links onder de manualen vindt, kunt u randapparatuur aansluiten. Zo kunt u bijvoorbeeld via de MIDI-pluggen een digitale piano, een synthesizer of een soundmodule aansluiten. En deze instrumenten kunt u dan vanaf het orgel bespelen. U kunt de MIDI-pluggen ook gebruiken om een computer op aan te sluiten. Op deze computer kunt u dan bijvoorbeeld het optionele Intonat-programma installeren, waarmee u het orgel kunt intoneren. De auxiliary input en auxiliary output zijn bedoeld om het geluid van een externe bron, bijvoorbeeld zo'n digitale piano die u via MIDI aansluit, via het orgel te laten horen. De auxiliary output kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een geluidsopname te maken van wat u speelt op het orgel. De Studio 150 heeft een zweltrede die standaard is ingesteld als een zwelpedaal voor het zwelwerk, het tweede manuaal. Dit kunt u zien in de display door de melding expression SW, swell. Via het menu kunt u de zweltrede ook instellen als een zwelpedaal voor het complete orgel. Let u er echter wel op dat het bedienen van de zweltrede naast een volumewijziging ook een klankkleurwijziging geeft. Dit is namelijk afgeleid van het pijporgel waar de pijpen in een zwelkast staan. Met de zweltrede bedient u dan de jaloezieën van de zwelkast. Als u de zwelkast dicht heeft, worden hoge tonen meer gedempt dan lage tonen. Daarom raden wij aan de zweltrede niet als een volumeregelaar voor het orgel te gebruiken, maar echt als een zwelpedaal zoals op een pijporgel. Standaard is dan de zweltrede open en u gebruikt de zweltrede om muziekpassages te dempen. Vindt u het totaalvolume van het orgel te sterk, gebruikt u dan niet de zweltrede,
maar de volumeregelaar voor het orgel.